zat op het randje vanmiddag van het ziekenhuis toe moet of thuis moeten blijven. Ja, maar mijn diertjes, mijn meisjes worden uitgelaten door een lieve schat die hier vlakbij woont. Verena is, heet ze. Ja, lieve vrienden, weer even een update van mij. Ik ben lang en lang niet in orde. En ik heb de afgelopen dagen ook niet de camera erbij gepakt. Ik heb wel weer drie kaarten gekregen. Maar ik vergeet jullie in de houder te doen. Dus ik kan dan nog niks beginnen dan alleen maar weer jullie even uit te doen en in de houder te zetten en weer opnieuw. Ja, dat... Helemaal vergeten. Ik ben er ook niet bij. Ik heb de dokter vandaag bij me gehad. Ik zat op het randje vanmiddag van het ziekenhuis toe moeten of thuis moeten blijven. Ja, maar mijn diertjes. Nou, we hebben afgesproken, dan moet ik iedere dag bellen. Om, hoe laat? Kwart over 1 tot kwart voor 2. Dan hebben ze... telefonisch spreker. En dan moet ik bellen. Mijn meisjes worden uitgelaten. Door een lieve schat die hier vlakbij woont. Verena is, heet ze. Die laat ze uit. Super, hartstikke super. Ja. En ja, ik ben lang niet in orde. Misselijk, beroerd en onderweg. Hoesten. En moe. Heel veel slapen. Ik heb nou net weer een bakje thee voor me neergezet. Ja, ik zit aan de thee in plaats van aan de koffie. Want koffie, dat is te zwaar voor mijn maag. En ik eet eerst droog brood. Daarna eet ik eens een keer een broodje met wat beleg erop. En dan eet ik eens een keer een beetje warm eten, groente of een stukje vlees of wat dan ook. Dat ik wat warmte binnen krijg. En ik eet in kleine stukjes, kleine beetjes, hoeveelheden, anders komt het eruit. En dat moet me niet. Ik wil het erin houden. Maar oké, lieve vrienden, ik zet jullie even in de houder. Dan kunnen jullie meekijken en meegenieten van de kaarten. Daar zijn we dan weer. En ik zal deze envelop, nou je legt in een deuk. Ik heet geen Corina, maar Corina. C-O-O-R-I-N-A. Ik heb dat al tig keren gezegd. Ze schrijven mijn naam niet. Schrijf hem opnieuw op in je boekje. Niet doen. Maar ja, ik kan net zo goed tegen die honden praten en tegen die honden zeggen, die doen het ook niet. Maar in ieder geval, ik weet van wie die afkomstig is. Het is hartstikke lief. Het is namelijk de geweeste pleegmoeder van mijn mannetje. Nou, die zit momenteel op Vlieland. Ze is ook kunstenares. Die kaart heeft ze zelf gemaakt. Maar ik zie er geen kerstkaart erin. Maar ja, wie ben ik? Hij is groen van kleur. Voor mij. Ik vind hem niet. Het lijken wel dode bladeren of zo. Nou ja, ik vind hem niet kerstig, nee. Maar ja. Zij maakt het op die manier. Ik kunst dat, ja. Ik vind geen kunst meer. Dat kan een kind ook doen in mijn ogen, weet je. Maar ja, wie ben ik? Ik heb haar werk nog nooit mooi gevonden hoor. Maar ja, ook Jack niet. Nee. Nou, dan heb ik nog een kaart. Maar die kaart wil er even niet uit. En dat is mijn zwagertje. Kijk, dat noem ik een kerstkaart. Ja, toch?
Heb er verder niks ingeschreven, wat er maar loopt. Hij is blanco. Kan ik hem andere keer weer gebruiken. Onder een envelop erbij, je hebt gewoon je zwagertje A3. Nou, oké. Okay. Ja, wat hij wil. En mijn oude begeleidster van Vera Lo is even aan het raam geweest. En ze had hem al door de brievenbus gedaan vanmiddag, maar ik heb niet gehoord. Deze niet. Maar, kijk, is ook kerstig. Ja, toch? Dat noem ik een kerstkaart. Nou. Fijne kerstdagen en een gezond 2022. Lief Sandra. Nou, hartstikke lief, toch? Ja, helemaal geweldig. Ik ben er blij mee. Ik ga ze weer ophangen. En ik ga proberen een droog sneetje brood naar binnen zien te krijgen. Want echt, ja, lekker voel ik me lang en lang niet. Maar ik kom wel weer goed hoor. Ik hoop enkel dat mijn zuurstof beter gaat worden. Ja, want ik wil niet naar het ziekenhuis. Echt niet. Anders brengen ze mijn zuurstof hier. Zit ik met een snorretje voor. Ja. Hoef ik ook geen bed te bezetten. Nee, toch? Ik hoef geen bed bezet te houden voor iemand die het nog veel erger heeft. Ik heb mijn eigen bed. Dat leg ik wel het liefst. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En ik, ja. Ik weet niet wanneer ik weer terugkom. Echt niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later.